Dit is King Alert. Influencer, voorbeeld. Waarom gooi je dit in je vlog? En we gaan het hebben over zijn carrière switch. Jouw kinderen weten dat je op OnlyFans zit. Ja, ik vind de wereld moet gewoon openstaan voor nieuwe dingen, andere dingen. Ik ben onderweg naar YouTube-expert King Alert, want breaking news, ook hij zit tegenwoordig op OnlyFans. Paul, jij zit nu ook op OnlyFans. Ik zit nu ook op OnlyFans, wat ophef over geloof ik. Ja, vertel, hoe kan? Dat is eigenlijk best wel een lang verhaal die ik probeer nu in het kort te houden voor jullie. In september 2020 al likte ik, wat ik vaker doe, een post van een pornoster. In dit geval was het Daphne Laat die ik likte. En daar kwam het ophef over op Twitter van hoe kan het nou, je bent getrouwd en noem maar op. En toen reageerde Daphne zelf, ja ik ben ook getrouwd. Okay. En toen kreeg ik opeens een DM van Daphne. En nu zit je op OnlyFans, ik snap het nog niet helemaal. Ik denk dat we het beter samen even kunnen vertellen dan misschien, want Daphne is hier ook. Dit is Daphne. Zo, je hebt ze meegenomen zie ik. Ja, hallo, hoi. Maar vertel, ik snap het nog steeds niet helemaal. In contact dus uiteindelijk met Daphne en daar begon het meer over. En zij vond een beetje bekrompen reacties. Hè. Weet je, ja, we waren eruit als jij iets liked. En het was ook niet iets naakt of zo, niet eens dit. Het was gewoon een normale post. Op een gegeven moment zei ik, nou, misschien een idee. Misschien is het leuk om een mini-docu over jou te gaan maken. Ja, ik ben Daphne Laat en ik ben een pornoactrice. Hoe heette ze? Wat? Oh, dat wel creepy eruit hoor. Wat moet ik nou doen? Ik voel me niet gelukkig, ik voel me niet blij. En toen heb ik met mijn man gesproken van ja, op seksgebied willen we meer. Maar wat willen we meer? Veel over gesproken. Uiteindelijk ben ik eerst gaan webcammen. En dat beviel zo goed. Heel veel leuke, mooie complimentjes gehad. En toen wilde ik alleen maar meer. Gewoon aangemeld bij Kim Holland. En zo is het avontuur gestart. Ja. En dat doe ik nog steeds. Wij willen weten waarom jij op OnlyFans zit. Toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat we gewoon een hele grote documentaire wilden maken. En waar we echt met een cameraploeg gaan volgen. Dat wilden we al 15 december starten. Toen kwam de tweede lockdown, precies die datum ook. Dus een beetje opgeschoven. We hebben nu wat beelden. Ik ben echt al helemaal achter de schermen met haar meegelopen. Dus je gaat een docu maken over Daphne. Ja. Maar dan snap ik nog steeds niet waarom jij nu King Alert op OnlyFans zit. Ja, daar hebben wij vorige week zaterdag gedacht, weet je wat we doen? Wij nemen iets op, dus overdag dus. Een nepclipje, alsof wij heftig bezig zijn met elkaar. Ja. Wendy heeft het opgenomen. Voor de duidelijkheid, Wendy is jouw vrouw. Wendy is mijn vrouw, ja. Ja, hij loopt nu al. Nee, ga ik heb nu alleen Daphne in beeld hoor, nu nog. Als een soort promotie. Als een soort promotiestunt, ja. We hebben wel gewoon gezoend en ik heb aan de borsten gezeten. Zo. Nou, maar dat wil elke keer wel. Dat vond ik niet heel erg dat het ook moest. En mocht van Wendy, laten we dat dan voorop stellen. Wij zouden als stunt ook OnlyFans gaan doen. Niet verifiëren of zo, gewoon dat ze niet kunnen betalen. Maar nu zit je echt op OnlyFans, niet als stunt. Nu zitten we echt op OnlyFans. Wat heeft is te maken, daar nou het verhaal achter? Ja, dat heeft te maken met toen ik het een keertje suggereerde op Twitter. Meteen al die haat erop en ik kan niet en dit. En ik zei niet eens dat we porno gingen doen. Ik zei alleen maar OnlyFans. En waarom? Is het puur geld verdienen? Ook. Extra manier om geld te verdienen. En het is gewoon heel goed voor je seksleven, merken Wendy en ik de afgelopen weken. Oké. Okay. Ja, heel goed zelfs. Heb je al wat gepost op OnlyFans? Er is één post die ik van de week gepost heb dus. En dat is gewoon een foto van Wendy de billen. En dat is helemaal niet heftig. Je ziet geen blote billen of zo. Nee, nee. En vandaag komt er een post van ons samen. Oké. Okay. Online. En heb je dan ook al een beetje volgers op OnlyFans? Ja, ik heb er al 50 en ik ben niet eens begonnen. En hoeveel betalen die mensen? Die betalen $13 per abonnee. Nu in alle ernst? Ja. Jij bent King Alert. Ja. Jij bent zeer bekend bij een jonge doelgroep, bij jonge kinderen. Ja. Jij maakt heel veel video's over YouTubers en jij zit helemaal in die YouTube scene. Ja. Hoe rijm je dat in godsnaam met OnlyFans? Nou, op mijn social media, mijn Twitter voornamelijk, word ik eigenlijk alleen maar gevolgd door mensen die mij ook op mijn persoonlijk kanaal volgen, die mijn streams volgen, die altijd al 18 plus zijn, al jaren nu. En ook de 18 plus Q&A's noem maar op, dus die doelgroep is al gesplitst. Maar die kinderen komen er nu ook achter dat jij op OnlyFans zit, toch? Ja, maar dat is het voordeel van OnlyFans. Het is natuurlijk achter de paywall. Het is heel streng qua beleid, qua creators, wat wij zijn. En dan moet je echt je ideeën samen op de foto, je mag ook niet samen zomaar posten, moet ik Daphne taggen en zo. Het wordt allemaal gecheckt. En het is ook voor de gebruikers, dus degene die kijken, idee, bewijs, creditcard moet je hebben, moet je koppelen. Dus ja, dat is dan aan de ouders om te zorgen dat die kinderen daar niet bij kunnen, lijkt mij. Oké, dat is aan de ouders, zeg je? Dat vind ik aan de ouders, ja. Dat is niet aan mij. Dat is ook iets wat we in de documentaire laten zien. We willen juist laten zien dat seks hebben, gewone porno, eigenlijk bijna hetzelfde is als wat je in de slaapkamer thuis doet. Nee, voor jou snap ik het. Nee, maar dat... Maar Paul heeft volgers van 12, 13 jaar. Ja, dat snap ik. Maar ook die moeten ook gewoon kunnen begrijpen
dat het normaal is. Ik ga niet in King Alert zeggen, ik zit op OnlyFans. Ja, maar jij bent King Alert. Jij bent Paul Goudsmit. Ja, maar dat maakt het. Ik ben de King 77 officieel. Alleen mensen hebben me King Alert genoemd omdat ik een show doe die King Alert heet. Ja, maar normaal maak jij video's over de nieuwe auto van Enzo Knol. En Gio die op lekker uit eten is ergens. Ja. En nu maak je naaktfoto's van je vrouw op OnlyFans. Ja. Nou, niet naakt, hè. Half naakt. Mijn kinderen zijn er helemaal in beschermd. Mijn kinderen waren op de hoogte van het clipje. Die waren overal op de hoogte van mijn omgeving is op de hoogte. Jouw kinderen weten dat je op OnlyFans zit? Ja. Mijn kinderen weten van het clipje dat we gemaakt hebben, hebben ze eerst laten zien. Jarenlang heb jij YouTubers de maat genomen en bekritiseerd als zij dingen deden die op het randje waren. En dan ging jij met je vinger zwaaien van, maar je hebt een jonge achterban en je hebt jonge volgers, daar moet je rekening mee houden. Je hebt een voorbeeldfunctie. Ja. Je doet nu exact hetzelfde. Nee, want ik upload niet dit gedoe op King Alert, waar ik die functie heb en waar ik dat laat zien. Misschien dat ik het over een paar maanden niet meer leuk vind, weet jij veel. Ik weet het niet, maar je moet gewoon, ik vind de wereld moet gewoon openstaan voor nieuwe dingen, andere dingen. Wat zij zegt, als ik op het strand ben, dan zie je soms ook een gezin en zie je die moeder topless. Je kunt ook mensen foto's nemen en dan in die klas die kinderen pesten. Kijk, je moeder de tieten. Ja. Moeten we daar allemaal rekening mee houden? Als ik alles goed begrijp, is het dus begonnen met een docu over jou, Daphne. Ja, hoe gaat het en wanneer kunnen we hem verwachten? Nou, het gaat heel gestaag nu eindelijk omhoog, hè? Dat geloof ik. we moesten even wachten vanwege de lockdown, want we mogen natuurlijk niet alles opnemen. Nu mogen we eindelijk weer een klein beetje wat laten zien, dus we zijn nu wel echt druk bezig met plannen. En boeken eigenlijk, veel dingen regelen. En heb je enig idee wanneer het klaar is? Ik verwacht hem in september, eind september, begin oktober af te hebben. Hoeveel heb je verdiend eigenlijk tot nu toe met OnlyFans? Nou, we zijn nog niet eens begonnen eigenlijk. Eén foto en ik zeg al op Twitter ook, 18e beginnen we. En we hebben nu 50 volgers. Nou, dat kun je wel uitrekenen. Keer 13? Ja, wat je zelf overhoudt is dan ongeveer $10. Dus. Vind je dat je een voorbeeldfunctie hebt? Ja, heeft iedereen. Vind je dat je die nu goed uitoefent? Ja, als je het maar goed splitst. Oké. Bedankt voor het interview. Ja, gedaan. Wij gaan een hele mooie documentaire maken. En we moeten allemaal niet zo preuts doen, niet zo bekrompen. Hè? Gewoon lekker jezelf blijven, dat is het beste. Ja, en zorg dat je kinderen bepaalde dingen niet te zien krijgen. Daar ben jij verantwoordelijk voor, niet ik. En ook die Daphne. En kijken.